Hallo dames en heren, super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Mr. Aino en vandaag is het dinsdag. Vandaag is het weer tijd voor de vinnen en voor de muziektherapie. Ik heb al een keer een videoclip opgenomen tijdens muziektherapie waarbij mijn muziekleraar buitenbeeld gitaar speelde. In ieder geval, we gaan er weer wat van maken vandaag. Ik zie jullie zo weer. Zo, ik zit nu bij muziektherapie en ik wil samen met mijn muziekleraar die buitenbeeld zit wat speciaals voor jullie doen. We gaan namelijk een antipersversie zingen doen van John Lennon's Imagine. Ik hoop dat het goed gaat. Oké, begin maar. There's no bullies. It's easy if you try. No school around us. Not a single dirty lie. Imagine all the people living with a hard eye. Imagine there's no YouTube. It isn't hard to do. Nothing to comment or pick on. And no brainless people too. Imagine all the people living side by side. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us. The world will be as one. Imagine no internet. I wonder if you can. No need for hate or darkness. A brotherhood of men. Imagine all the people sharing all the world. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us. The world will live as one. Ja, Rhino's, ik heb altijd al een statement tegen pesten willen maken. En dit was mijn statement. Ik hoop dat jullie hiervan hebben genoten. Laat me even weten in de reacties of jullie het leuk vonden. En of ik vaker dit soort anti-pestversies van liedjes moet maken. In ieder geval, tot zo. Zo, ik zit nu in de taxi naar huis en ik zal even filmen wat ik zie. Voorzichtig. Zo. Ja. Dit zien jullie vanuit mijn oogpunt. In ieder geval, als ik nog wat te melden heb, laat ik het weten.
Zo, daar was ik weer. Ik wilde jullie even wat leuks laten zien op mijn computer. Oké, even laten zien. Zo. Vervloekt. Oké. Dit is Neopets. Je ziet het niet heel goed. Maar goed. Ik zal hier even op klikken. Even wachten. En daar is hij. Dit is mijn aap. Nou ja, het is eigenlijk een mensie, want zo heet deze apensoort. Ik heb hem Steve Rhino genoemd. En zoals je ziet heeft hij een huisdiertje. Dat heet een pet. Ik zal er later wat meer over vertellen. Zoals ik al zei, ik zal er later meer over vertellen. In ieder geval, ik ga nu even spelen en dan vertel ik straks verder. Tot zo. Zo, daar was ik weer. Ik zal jullie dus vertellen over Neopets en dat ga ik nu doen. Oké. Neopets is dus een website met virtuele huisdieren. Daarvoor zal ik even de geschiedenis van Neopets uitleggen. Neopets werd in 1997 bedacht door twee universiteitsstudenten, Adam en Donna. Adam was 20 en Donna was 18. Zo. Ja, even denk ik. Ja, in ieder geval. Adam en Donna merkten op dat veel studenten het merkten. Het miste om huisdieren te hebben. Veel studenten woonden namelijk in dorm of appartementen. En daar mochten ze geen huisdier hebben. Zodat studenten toch nog een huisdier konden hebben, werd Neopets bedacht door Adam en Donna. In 1999 kwam de website online. Eerst was het gericht op studenten. Je kon bier of wijn kopen voor je pet om te drinken. Het was niet tegen de regels om je e-mailadres te laten zien. En de plots die gingen over de moorden van personeelsleden en zo. Later kwamen er jongere gebruikers op de site die waarschijnlijk aanraders kregen van familie en vrienden op de universiteit. En toen dachten ze zo van, met al die kinderen die hier komen, waarom maken we dit niet kindvriendelijk? En dat deden ze. Het doel van Neopets is zo'n beetje, je hebt dan een virtueel huisdier van verschillende soorten rassen. En die kun je dan eten geven, je kunt met ze spelen, je kunt ze verzorgen, je kunt met ze naar verschillende landen gaan, je kunt ze aankleden. Je kan heel veel met ze. En dat is best cool, vind je niet? Vind ik ook, tenminste. Mijn eerste Neopets account maakte ik in 2008.
En toen was ik nog heel jong en had ik nog niet eens een YouTube-account. Ik had zo'n 4 neopets om voor te zorgen. En dat werd me te veel, dus ik verwijderde één account. Later maakte ik een nieuw account aan omdat ik de website zo miste. Toen hield ik het bij 2 neopets. Daarna stopte ik weer met Neopets omdat er niet zoveel mensen meer op het Nederlandse Neopets kwamen. En later las ik op Twitter dat Dave van der Zeeuw, de vriendin van Enzo Knol, weer een Neopets account had aangemaakt. En ze zei dat het nog net zo leuk als vroeger was. Dus ik besloot om ook weer een nieuw account te gaan maken. En ja, het is heel erg leuk. Dus ik dank Dave daarvoor. In ieder geval, misschien dat ik later nog wat meer vertel over Neopets. En dat ik daar beeld bij laat zien. In ieder geval, ik zie jullie zo weer als ik nog wat te melden heb. Zo. Ik zal dus zo net even de Comedy Central Rocks of Justin Bieber te kijken. Man, er staat echt een paar goede tussen. Ja, er waren een boel goede grappen waar ik echt van moest lachen. Die roostherhalingen blijven altijd leuk. In ieder geval, als ik nog wat te melden heb, dan kom ik weer terug. Zo. Ik ga nu lekker naar bed. Want morgen moet ik er weer vroeg uit. Om zaken te doen. In ieder geval, dames en heren, ontzettend bedankt voor het kijken naar deze vlog. Hopelijk vonden jullie hem tof. Vergeet niet even een reactie achter te laten. En geef even een blauw duimpje omhoog, zodat ik meer digitale heroïne kan snuiven. En abonneer je gelijk op mijn kanaal hier beneden. Hopelijk zie ik jullie weer bij de volgende vlog. En dat zeg ik nu zoals altijd. Later.